maar meer een polonaise voor de dingen. Maar hoe koud, ja? Sorry dat het hier een beetje donker is, ja leuk. Zeg toch, ja, leutjes thuis. Kennen jullie tante wel zien, hè? By candlelight. Adoe leuk, dit wordt geen zwoele show, hoor. Niet zo van Hot Tropical Nights, nee. Dit wordt een show, Njang, zuinig, ja. Zuinig? Ja, tuurlijk zuinig, Piet, de loodgieter. Hij zei al tegen tante, tuurlijk allemaal een beetje inleveren, ja. Allemaal een stapje terug doen, ja, tante. Om onze economie weer te maken gezond, hè. Nonsens, hoor, Piet. Mijn economie is naar de knoppen, weet je. Ja, mijn geld af is op. Maar weet je, leuk. Zonder geld kan het toch ook wel gezellig zijn. Kavels by candlelight, candlelight, candlelight. Na, 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 na. We hebben op de teksten ook maar wat bezuinigd, ja? Tafels bij candlelight, candlelight, candlelight. Na, 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 na. Ja, leuk. Ik dacht, we doen het vanavond maar eens een keertje zo, ja? Beetje minder makkelijk aan. Kijk dan, luider is alleen ketimoen. Komkommer, ja. Nou, en de kachel een beetje lager. Het is wel ding in, hè, leuk. Adoeze, weet je, luidjes thuis. Allemaal hun tanden zo. Vreselijk, maar ja. Weet je, het is toch niet zo erg. Hier in Holland kon het ondanks de kou bijvoorbeeld in de oorlog toch ook wel gezellig zijn. Ja, jullie aten hier toch suikerbieten, ja? Nou, wij in Indië, we aten stijfsel toch kanji. Ja, maar weet je, als je gezellig bij elkaar zat, dan viel er toch altijd wel wat te lachen. Het doet, weet je nog? Weet je nog dat je zoveel luizen had? Ja. En oom Henri, dat had al wurmen. Lien, ander onderwerp, ja? Ik zie het anders nog zo voor me, weet je. Ja, en dat is. Wat doe? Weet je, we dachten eigenlijk dat één deze dagen de uitkering de backpay zou arriveren. De achterstallige oorlogsgelden. Ja, vind je niet? Weet je, er is al zoveel over gepraat, maar de meeste mensen, ze weten er de ballen van. Zelfs meneer Dries van Agt hield zich laatst op de tv van de domme. Ja. Kijk, het zit zo, ja, luidjes. Nee, moet je luisteren. Ik zal even uitleggen. Een heleboel Nederlanders die gedurende de oorlogstijd in Indië waren, ja, die hebben recht op een uitkering, omdat ze gedurende die periode geen salaris hebben gekregen. En dat noemen we de backpay. En zo gek, weet je, de marine heeft wel gekregen, ja, en knil en ambtenaren niet, ja. En Nederland is het enige land ter wereld dat zo met de belangen van zijn onderdanen is omgesprongen. Ja, andere landen hebben wel hun legers, hun burgers, hun ambtenaren uitbetaald. Nou, Souda, weet je, een klein beetje van die uitkering komt, maar een heleboel krijgen het toch weer niet. Nee, mensen, nee, wacht even, mensen die niet in het kamp hebben gezeten, krijgen toch niks? Nee, en mensen die niet in Nederland wonen, zij krijgen ook niks. Nee. Ondé toch? Ondé. Hij zat bij het knil, zit nu in Torremolinos voor zijn bronchitis, ja? Hij krijgt niks! Nee, en weet je wie ook? Oom Gasparus was een hoge gouvernementsambtenaar in Sukabumi, ja? Het zit nou in Los Angeles. Als magazijnbediende. En hij krijgt niks. Nee. En tante Jules is onderwijzeres geweest, woont door in Banu, klein pensioentje, krijgt niks. En dan, lui, die ex-Nederlanders die nou in Indonesië leven, weet je, nationaliteit kwijt. Paspoorten afgenomen, krijgen zij nooit meer terug. Er zijn daar ex-Nederlanders, lui, die leven als bedelaars. En die hebben toch ook recht op dat achterstallige geld? Ze krijgen niks. Weet je, lui, op 15 augustus hebben we het einde gevierd, herdacht. Het einde van de Tweede Wereldoorlog in Utrecht. Met meer dan 10.000 mensen. Oh, het was zo indrukwekkend. De koningin was erbij. Delen van het kabinet. Oh, en zoals dan het Wilhelmus klinkt, het doet als uit één mond. Ik zou wel willen, weet je, elk jaar. Het was zo mooi. Ik voelde zo'n rilling over mijn rug, weet je. sudah al lapar, weet je. Wat schaft de pot toe? Ketimun, komkommer, Lien. Hadden wij maar nasi goreng. Ja, hallo, kop op, ja. Geef mij maar nasi goreng met een verkoop. Er werd geklopt. Als dat de deurwaarder maar niet is. Dat weet niet, hoor. Wat doe de Saté-Babi trakteren vandaag zo schattig, ja. Zo lief, weet je dat we bijna jouw bas in de open haard hadden gegooid, maar hier... Ach nee. Harry, hij wilde het niet hebben, weet je, Wim. Tante, mag die verwarring nu een keer hoger? Kijk dan met zijn handschoenen aan. Christian, je hebt het koud, ja, knul. Ja, ik vond je ook al zo houterig spelen. Nee, pest jou maar, Rap. Ajole, lichten aan, jassen uit, hè, de kragen weer naar beneden en alle remmen los, ja? De Late Late Lien Show! Maar eerst voorstellen. Hier zit een hele kleine lieve Indo uit Suriname. Wim Asset. En dat is een buitenechtelijk kind van Frans Popti. Josje Moenits. En op het slagerswerk de bekende Chrisje Dekker. En daar op de gitaar die schat van een Lex Bolderdijk. En hier de allerliefste Saté-Babi Boy van de hele wereld, Harry Bannink. Ja. Kom, luidjes, kom. Brand maar los. Toen wij repatrieerden uit de gordel van Smaragd, dat Nederland zo koud was, hadden wij nog nooit gedacht. Het ergste was het eten, nog erger dan op reis. Aardappelen, vlees en groenten en suiker op de rijst. Na 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 na. Loop, geen lontong, Saté-Babi en niets maakt hier petus. Geen trasies, roendijnbanden en geen tahoepertis. Quella vis, onde onde, frikadella of papau. Ik het aan geen gula java, daarom ja ik zeg no. Na 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 na. Geef mij maar na. zo lekker als nasi goreng. Jullie zijn werkelijk zulke schatten, weet je, dat je tante getrakteerd hebt. Oh, ik ben gewoon ontroerd, weet je. En neem gerust zelf ook wat, ja? Graag dan. Ja? Ja. En dan nu, luidjes, iets dat niet eetbaar is, hè. Maar, al lijkt het er wel op, niet minder smakelijk. Een tropische verrassing in Hollandse melkchocolade. De Kilima Hawaiians. Dag Wil, dag Mary. Dag Tante Lien. En leutjes, dat is Kooi, dat is Richard, dat is Wim en dat is Koen. Zo gezellig dat jullie bij tante zijn. Kijk, ik heb hier een heel oud blaadje. Kijk dan even, leutjes, thuis, kan je zien? Ja, zo. Zo leuk, hè. Vertel toch even hoeveel keren of hoe lang zijn jullie vroeger in Indië geweest? We zijn een half jaar in Indonesië geweest en toen zeiden we nog Indië. Ja. 2x3 maanden op tournee. Voor de jongens van de 7e SM-divisie. En ook nog andere wapens natuurlijk. Zeg, hoe lang zitten jullie eigenlijk in het vak wel, Mary? Nou, dat is al een aardig tijdje, hoor. Hoe lang, vertel dan? 46 jaar. Adoe, niet te geloven. Je ziet er Jean-Paul uit, ja. Maar wij zijn jong begonnen. Ja, dat scheelt natuurlijk, ja. En hoeveel platen hebben jullie gemaakt in totaal? Ongeveer heel ver terug. 150 78 toerenplaten en 25 LP's. Jean-Paul, weet je. Jean-Paul, oh, fantastisch goed. En jullie zijn natuurlijk ook wel eens op Hawaii geweest, ja? Ja, het heeft 35 jaar geduurd voordat we op Hawaii kwamen. We zongen al 35 jaar liedjes van Hawaii. En toen zijn we 10 jaar geleden, na ons 35-jarig jubileum, zijn we naar Hawaii geweest. En in de laatste 10 jaar zijn we dus 7 keer geweest. Oh, en ze zeggen daar altijd aloha, alle kilimas, hè? Aloha! Aloha. Hoe heet het nummer wat jullie nu gaan zingen, Bill? Het liedje heet Lahaina Luna. Het gaat over een vissersdorpje op Maui, waar vroeger de walvisvaarders kwamen. Ja, luidjes, de Kilima Hawaiians met Lahaina Luna. Ja. We are going to the island of the valley, to Lahaina, Lahaina Luna, where the mountains are green, you will find me in Lahaina. That's where you find me, down by the seaside, down by the seaside, watching the moonlight, watching the moonlight, the twinkling starlight, the morning sunrise, the golden sunset, in Lahaina, Lahaina Luna. twinkling starlight, the morning sunrise, the golden sunset, the Lahaina, Wat hebben jullie gezongen? Tot kijk op Hawaii. Aloha! Aloha! Aloha. Ik wil hem waarom zo'n haast. Daarom, ik heb thuis gemassakt. Ik heb gehoord, jij hebt niks te makken aan hier. Dacht je echt dat hier niks te eten was met een randang epanas? Nee, niks. En Toet heeft mij verteld, je bent koerangwang, je hebt geen geld en jouw schuldeisers. Zet Toet, is het nou nodig om dat aan de grote klok te hangen? Maar er past toch een prijsje in de staatsloterij? Ja, 100 pop. En eigen geldje? Hé, maar jouw telefoon is anders ook afgesloten. Telkens als ik opbel, ja luidjes, ik hoor tiet, ah, je lacht je rot, ja, hierop. Ja, weet je, Toet is gewoon vergeten de acceptgiro te vervullen. Aline is vergeten om uitstel van betaling en dat komt in de beste families voor, zeg. En ik heb gehoord, jouw wasserij wil ook niet meer voor jou wassen, ja? Ik heb helemaal geen balkalen, hoor. Ah, jawel, ik ruk toch? Nee, trouwens, mijn wasbaas zit hier en hij wast zo schoon, ja. Zal ik even een spotje voor jou doen? Eventjes wat persleukste reclame, ja? Vrouwen van Nederland, was toch niet zelf? Laat hem maar doen. Wasserij Louis de Wit. Luigi voor uw Tucci. Hé, Lien, je had toch een vroegere verloofde? Hij was vorige keer toch hier? Joffrey. Hij heeft jou nog een huwelijk gevraagd, weet je nog? Waar is hij gebleven? Met de Noorderzon vertrokken zeker? Nee, met de Intercity naar Parijs. En je hebt hem zomaar laten gaan? Tuurlijk. Vrijheid, blijheid. Nou, Kasjamalien, je hebt toch nog altijd zijn relatiegeschenk. Dat kwatshorloge, die maar na. Ach, ik wil niet. Ik kan maar klokkijken tot 12 uur, hoor. Want weet je, zo van 13, 14, 15 uur, het gaat boven mijn pet, weet je. En dan, je kan het niet tegen opwinden, zo'n horloge. En trouwens, ik wil helemaal niet weten wat voor datum het is. Sa, wat zit jij? Wie zit jou zo te biologeren? Nou, ik sta hier paal voor de deur. Sa. Hé, wakker worden, ja? Wat is er met jou? Hé, tante Lien, wil je mij even voorstellen aan jouw gasten? En dan beginnen met deze. Nakal, ja, deze. Willem, dat is Odile. Odile. En achternaam? Jansen. Zo mooi, die naam, Jansen. Wauw, Odile, ik kom bij jou zitten, ja. Ik voor jou een liedje zingen, Jansen. Voor jou een liedje zingen? Nee, ik ga voor jou een liedje zingen. Ah, ja. Jij moet je gaan verkleden en gaan te dadelijk zingen over iets wat typisch voor India en Indonesië is. Jansen. Zeg, Piet, heb je die lekke band nog geplakt? Ja. Oh, neem hem even mee, ja. Ja, jongen, Jansen. Jansen. Oh. Waar kom je eigenlijk vandaan, Odile? Vertel toch eventjes. Ik ben geboren in het toenmalige Batavia. Maar mijn moeder is een Zuid-Molukse en mijn vader was een Nederlander, een Hollander, zei ik toen. Hè? En was je een klein babytje toen je naar Holland kwam? Of een groot meisje? Nou, ik was heel, heel, heel klein toen we hier kwamen, tante. Ik ben net zo oud als Anneke Groenlo, 26. Oh. Zou je nog wel eens terug willen, Odile? Ja, ik zou dolgraag eens terug willen. En dan zou ik een rondreis willen maken door de hele archipel. Dus niet alleen Java, mijn geboorteland, maar ook de rest. Graag willen zien. Zeg maar, wil je niet zelf iets voor ons zingen? Hallo? Zeg maar. Ja. Mag het, tante? Ja. Waarover ga je zingen? Vertel dan even. Indië is altijd een smeltkroes geweest van volkeren en godsdiensten, maar het had één harte klop. En dat was de magie. Daar gaat het over. Hoe heet het? Het heet Indië en Ratchetoe. Ai, kom dan. Ik breng jou bij de Saté-Babi Boys. Ze zijn niet gevaarlijk. Oh, gelukkig maar. Links woonde een menadoe. Rechts had je won, die was Chinees. Dan kwam op nummer 4 een Balinese. De Mahmouds waren puur Javaans, maar spraken rap Bataviaans. En zaten nu wel recht tegenover Wassen, Ambonese, Indië en ratje toe van kleur en pracht, van geur en dracht, van bitter en misère naast het mooiste fruit. Indië, een gordel van diep groen smaragd en stille kracht, met onder elk tapijt een toverkracht. Ginds klonk de roep uit het minaret, prachtige doek wat aan je bed. Nooit werd daarom een wekker klaargezet. Dan luidde ergens hoog een bel, tijd voor de mis, of misschien wel tijd voor het Nederlands hervormd gebed. Indië, een ratje toe van kleur en pracht, van geur en dracht, van bitter en misère naast het mooiste kruid. Indië, die gordoba, die groen smaragd en stille kracht, borg onder elk gezicht de toverplaat. Heerlijke zangenmeis. Wat doe je zo deelig, zo'n mooi figuurtje heb je ook. Daar heeft u toch ook tante? Niet over mij, over jou hebben we het nou. Want weet je, Luidjes Thuis heeft niet alleen de muziek, ook de tekst, alles zelf gemaakt. Speel je ook een instrument? Ik speel wat gitaar, tante. Daar maak ik mijn melodieën op. Ai, op de gitaar. Kan je dan niet een lied met de gitaar doen dan? Graag. Hij staat of hij ligt toevallig daar. Ja, ai, doe dan met de Saté Boys met de gitaar. Graag. Is dat dat liedje over die baboe wat je vertelde? Ja, maar misschien heb ik niet alles verteld, tante. Oh, nou, ik zal u even aankondigen. Ga lekker zitten, ja, meis. Dames en heren, Luidjes Thuis. Odile Jansen gaat voor jullie zingen het liedje Weer zien met Baboe Ona. Na 26 jaar wil er wel wat grijs haar tussen het ravenzwart verschijnen, maar verder stond de tijd ook stil. De glimlach van je goede wil heeft zelfs niet boven die gouden tand willen verdwijnen. Ze was er steeds, ook als ik riep, Ona saya sudah klaar. Vanaf de po waar ik iets liet, wat slechts een po ooit blijven rasten. Waarop jij kwam en toegewijd mijn beide billen helder paste. Wat denger ben je moe, of is mijn blik ontdaan van al die dikke blinde vlekken? Die maakten dat men toen niet zag hoe elke lange hete dag niet naliet sporen in je bruine lijf te trekken. Dat iedere dag gelopen kwam naar Njonja's huis voor jou geen bitja, en buigensavonds afscheid nam terug de 7 kilometer. Mijn god, wat loos excuus men zegt, we wisten immers toen niet beter. Na 26 jaar in het land van zessen klaar, waar Saar de dienstmaagd ging verdwijnen, hebben we eindelijk leren zien. Ook jij zag eerder nooit misschien hoe lomp was feitelijk onze verschijning. Tunggu saya tidak klarona, sebab saya mesti minta ampun voor een Holland dat met jullie pracht zo bitter slecht op jullie paste. Terwijl vrouwen zoals jij, Ibu, zwijgend Nederlands billen waste. Gezongen, jallui. Maar weet je, ik ben het helemaal niet met die tekst eens hoor, meis. Ja, want weet je, onze baboe, niks. 7 kilometer lopen, onze tattoos liep bij ons thuis en die ging ook mee met verlof naar Holland en ook weer mee terug, weet je. Ja, maar elke zaak heeft toch 2 kanten, tante? Ja, soeda, maar daar wil ik eigenlijk niks van horen. Die jeugd van tegenwoordig, zoals het nou maar... boos zijn, dan? Nee, maar weet je, je had daar in Indië een eigen moeder... en dan nog eentje die extra lief voor je was, dat was de baboe. Ah. Ja, maar zoals ik het zong, gebeurde het bij sommige luidjes toch ook, tante? Nou, die luidjes, die wil ik hier nooit op mijn koepoel aan hebben. Zeg, even, Odile, hoe vond je het nou om met de Saté-Babi Boys te spelen? Oh, buitengewoon, tante, buitengewoon. Ze zijn lief, ja? Ja. En Saté-Babi Boys, hoe vonden jullie het om met Odile, om te accompagneren? Nou, 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 zeg. Wat die kerels hebben vandaag, het lijkt wel lente. Ik ga eventjes nou praten met Yvonne Keuls, ja? Zo van, jouw uitgeverij is toch Jan Rap en zijn maat, hè? Ach, dat is zo dom, hè? Dat is mijn boek en mijn toneelstuk. Oh ja, Zakkebatjoet, oh ja. Er wordt iets mee gedaan, het boek, en er wordt nu een toneelstuk van gemaakt. Nee, dat heb ik al gedaan. Oh, dat heb je al gedaan? Ja. Zo knap deze, weet je. Vertel eens, ben je nog wel eens terug geweest? Ja, dat is een heel gek verhaal, tante. Zal ik dat vertellen? Ja, ja, ja. Ik heb altijd gedroomd, als kind al, van een witte muur. En die kwam heel vaak in mijn dromen terug. En op een dag ben ik verhuisd naar het huis waar ik nu woon. En daar heb ik een fotogalerij gemaakt van alle Indische huizen. En ook oude huizen dus, waar ik als kind dus gewoond heb. Ja. En toen, met al die foto's in mijn handen, zag ik ineens een witte muur waar ik als baby voor lag. Ja. En toen dacht ik, nou dat is nou die muur waar ik altijd van droom. En toen ben ik daarmee teruggegaan naar mijn moeder. En toen heb ik gevraagd, en zei ze, nou dat is jouw geboortehuis in Salemba. En vanaf dat moment wilde ik er naar terug. En dat heb ik dus gedaan. En toen kwam ik daar en toen was alles verbouwd. Alles was weg, overal. Het was een advocatenkantoor geworden en een drukkerijtje was er gekomen. Alleen die witte muur stond er nog. En daar ben ik dus weer, heb ik weer foto's van genomen. En terwijl ik daar stond, ging ik met mijn hand achteruit. En toen heb ik uit die muur, in een gat daar ergens in, een kikker gehaald. En terwijl ik dat deed, wist ik dat als kind altijd deed. Kikkers uit de muur pesten. Maar dat was dus helemaal weg uit mijn geheugen. En op maar op het moment dat ik daar stond, kwam het er weer in me op. Ja. Ja. En wat heb je nog meer gedaan? Oh, ik ben op zoek gegaan naar het familiehuis van mijn moeder. En ja, dat was in Salatiga, dat wist ik. Maar waar het was, wist ik niet. En toen ben ik dus eerst op kerkhoven gaan zoeken of de naam daarvoor kwam. En toen zijn we, mijn man en ik dus, via het register van het kerkhof zijn we dus terechtgekomen bij dat huis waar mijn moeder dus ook is grootgebracht. En daar trof ik een hele oude vrouw aan. Dat is dus een familie van mijn moeder, een oude nenne van 96 jaar. En die herkende mij meteen, terwijl ze mij nooit gezien had. Hoe kan dat? Nou, die zag direct dat ik op mijn moeder leek, ja, en op mijn grootmoeder. En die lag in bed en ze hield mijn handen vast. En toen heeft ze mij het verhaal verteld hoe mijn grootmoeder op 22-jarige leeftijd aan cholera is overleden. Er was namelijk een cholera-epidemie daar in de stad. En toen hadden ze allemaal potten arang. weet je, houtskool. Ja, ja. Hadden ze om de stad heen gelegd als een soort cordon. Om te voorkomen dat dus die cholera in de stad zou komen. Nou, dat lukte natuurlijk niet. En die cholera, die kwam toch. En die potten, die werden steeds meer naar binnen gebracht. Zodat ze uiteindelijk in het midden van de stad allemaal stonden te branden. En nou, dat vertelde dat oude vrouwtje. En mijn grootmoeder, die toen 22 jaar was en al een paar kinderen had, onder andere mijn moeder dus, die is daar dus aan overleden. En toen heb ik van haar een portret van mijn grootmoeder gekregen. Is dat dit? En ja, en dat vind ik dan daarom zo leuk, omdat ik toen ook begreep dat dat vrouwtje mij herkende. Want ik vind namelijk ook die lange kaak, dat ik die van haar, hè? Dat het op jou lijkt. Ja, 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 dat vind ik... Kan je het zien, leutjes thuis? Zeg, en Yvonne, iedereen hier weet dat jij schrijft en zo, maar weten die luidjes in Indonesië nou ook dat jij schrijft? Ja, dat is heel grappig, want ik werd daar voorgesteld door iemand, aan iemand uiteraard. En die zei, dat is Yvonne Keuls, dat is de schrijver van het boek Si Un en zijn kontjes. En wat is dat? Dat is Jan Rap en zijn maat. Hé, kijk dan! Ah, doe zo leuk, ja. Moet je luisteren, jij geeft ontzettend veel lezingen, want jij moet zo dadelijk naar Zwolle, heb je gezegd, hè? Ja, ja, ja. Yvonne, ik zou zeggen, ik wens jou heel veel succes. Tante. Waar zit jouw man? Oh, nee. Ja, daarop. Voorzichtig rijden, ja, met deze. Kijk, doe het. Is de dansgroep er al, de dansgroep? Nee, Lien. Nog niet? Oh, die denken natuurlijk later, later, Lien. Zo, kan je ook lekker laat komen, ja? Hij doet zelf dan wat jij eventjes leuk liep. Alleen als Piet mee mag doen, ja? Piet? Oh, ik vind het goed, hoor. Luidjes, dames en heren thuis. Ik vraag uw aandacht voor het tortelduo East en West. En wij doen het nummer Toekan Bami. Een zeer opgewonden lied, ja? Hoi, 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 hoi. Hier zijn jouw stokjes. Ga even zitten dan, ja? Hier op tante stoel maar. Ja, hier op die plaats, mooie. Ja, ja, daar. Zo. Oh, daar. Ik kan Piet. En dit zijn jouw stokjes, ja, want jij verkoopt bami op de straat en dan doe jij zo. Ken jij? Begrepen. Ja? Oké. Begrepen. Tik tok, lekkere bami van Sitok. Ik heb honger, maar geld is op. Kan niet kopen, wat een strop. Wie wil lenen mij wat geld? Dan ik kom uit deze hel. Wacht mij maar, kriel, kriel. Honger maken mij moesoek. De bami van Pasitok strelen neus en miekopjok. Maar lopen mijn mond voorbij, net als druif de zuur voor mij. Tik tok, tik tok, tik tok, tik tok, tik tok. Nou toch? Is al uit. We hebben nog geen glasverzekering. Robbie, ga opruimen. Anders krijgt die Betja straks weer een lekke band. Want wij krijgen nu het Betja-lied, ja? Ja. Tante, ik kom even bij u zitten. Kom dat even hier zitten. Ik ben niet zo'n echte trapper, weet je wel. Leutjes thuis, dit is nou een bedja. Daarmee rij je rond. Dat is het vervoermiddel, weet je. In India en nou in Indonesië. Oh, en als de zon schijnt, dak soms naar beneden. Lekker in de wind. En als het regent, gaat zo dat dakje naar beneden, weet je. En dan hoor je zo gezellig toes, 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 toes. Gezellig. Voor de passagier gezellig. Maar de trapper, dat gaat erop, Cassia. Moet je horen wat je allemaal denkt. Terwijl hij trapt, ja. Ik wou dat ik thuis was met koffie, toebroek, lekker droog luisterend naar hoe buiten de regen valt. Op het atapdak van ons huisje, terwijl Onna het eten voor vanavond klaarmaakt. Waar moet een Jonja naartoe? Oh, Jalan, Jalan, Sumatra, what do does the one in the bell? Het is met die regen gelukkig koel trappen, toch zal ik straks eventjes af moeten stappen. Wat een band, lo, hij lijkt wel Peyot, zeg. Kijk die regendruppels spetteren, op mijn linnen dakje kletteren. Tjepret, tjeprot, tjepret, tjepret. Hoor ze troes door maar vallen, duizend kleine glazen ballen. Tjepret, tjeprot, tjepret, tjeprot, tjepret, tjeprot, tjepret, tjeprot. Ik rij lekker in mijn huisje, ik voel me knus als een klein muisje. Tjepret, tjeprot, tjepret, tjeprot. Ritselt zachtjes door de spaken, ruisend door de zilveren spaken, die druppels vermalen op de daken, door de spaken, op mijn dakje spat de regen, regen, bedoes, bedas, bedas, regen, regen, bedas, 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 bedas. Straks als ik thuis kom zal ze het weten. Ik hoop dat er een kafferdag is al voor mij klaar hebben staan. Wat een leven. Zullen de kinderen rumoriger zijn, want zij kunnen nu immers niet naar buiten de straat opgaan. We zullen de lampen lekker aandoen en dan nog een tijdje gezamenlijk samen. Oh, wat een pot, Jan, die maakt daar een pot van. Het is met die regen geluk moet trappen, toch zal ik straks eventjes af gaan stappen. Want mijn linkerpedaal, oh, hij lijkt me dol. Kijk, die regen drukt tot spetteren op mijn lintendakje kletteren. Tjeprot, 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 hoort ze door maar ballen, duizend kleine glazen ballen. Tjepret, betoes, tjeprot, betas, tjepret, betoes, tjeprot, betas, tjepret, betoes, tjeprot, betas, tjepret, betoes, tjeprot, betas, tjepret, tjeprot, tjeprot. Ah, zo leuk dat dat er is, hè? Betje aan u. Leuk. En zie wel een beetje dat dit liedje ook is geschreven, tekst en muziek door Odile. Jansen. Odile. Odile, natuurlijk. Odile, flauw van mij, ja. Ik zeg Odile voortaan. Oh. Zapiet, die band is weer kempes, weer plat. Kan je even plakken of moet ik de wegenwacht laten komen? Wat nou, madame? Moet ik de wegenwacht bellen? Wie is hier de man met de gouden handjes, nou? Wie is hier de man met de gouden handjes, nou? Ik zou het niet weten, hoor, Piet. Oh, natuurlijk, dat weet tante niet. Wie wordt er bij nacht en ontij uit zijn bed gelicht, meer bij ontij, om even een kraantje dicht te draaien, piepende scharnieren te olieën en zulke proppen haar uit de wastafel te halen? Oeh, nou weet ik het ineens. Ja, jij bent de man met de gouden handjes, ja. Oh, jij redt als altijd uit de nood. Nou ja. Nou, ik ben niet overdrijven, tante, hè. Want er zijn ook wel eens zeeën die mij te hoog gaan, hoor, ja. Maar dat bandje plakken, doe ik met mijn ogen dicht. Ik moet hem even meenemen, want de krik moet eronder, begrijp je? De krik? Satoet, is de dansgroep er al? Ze zijn aan het verkleden, nou. Oh, gelukkig, ze zijn aan het verkleden. Nou, dan komen ze er zo aan. Hé, weg met die kasserettenrecorder, hoor. Pas is de ziekenomroep al hier geweest, al mocht kapot. Ik heb geen zin meer. Nee, tante, ik ben een geluidsjager. Oh, met een volledige vergunning? Ja, ik heb zelf een pas om op het buitenland op te nemen. Oh, dan is nou zeker het jachtseizoen geopend, ja, hè? Tante. Nee hoor, Jusa, ik pest je maar. Luidjes thuis en luidjes hier. Dit is Jusa Anna's kampioen geluidsjagen. Vraag mij nou niet wat dat is, want dat ga ik nou net aan haar vragen, zo ja. Wat is geluidsjagen even? Een geluidsjager, die neemt alle geluiden op. Muziek, dans, vogelgeluiden en andere soorten geluiden. En elk jaar wordt er een wedstrijd gehouden, een geluidswedstrijd door de NNV, door de NVG gehouden. Ja, en je wou net zeggen, je bent geen kampioen, maar je hebt zoveel prijzen gewonnen, Jusa. Ja. Hoeveel? Vertel even. Nou, 3 eerste prijzen. 3 eerste prijzen. En 1 tweede. 1 tweede. En 1 beker van internationaal. Nou, zie je, Jim Paul, te leuk. En, Jusa, eventjes. Zijn er ook veel vrouwen die dat nog meer doen? Nee, helaas. Ik wou maar dat er nog meer vrouwen meedoen en ook jongeren. Want het is een heel leuke hobby. Ja. En wat vinden die mannen dan ervan, als je al die prijzen weer haalt? Nou, ze zijn wel behulpzaam en sportief, maar er zijn enkelen die een beetje jaloers zijn. Die zijn toch jaloers? Ja. Dat doe. Zie wel, dat hoor je nou eens, ja. En toen is hier op de Kumpulan Jono een geluid opgevallen wat je gejaagd hebt. Ja, dat is iets bijzonders, hoor ik. Ja? Ja, dat heb ik opgenomen. Oh, laat dan horen, ja. Ja? Leuk, laat op. Ja, is het dat is Wies, ja, toen Willem op jouw schoot ging zitten, zie je. Je bent betrapt, Wies. Ik ben jouw knop, zo, daar heeft niemand wat van gemerkt. Dusa, nog één ding. Ben je wel eens terug geweest in Indië, in Indonesië? Ja, een paar keren. Ik heb daar ook muziek en geluiden opgenomen en een bandje ervan gemaakt. En het heeft ook een eerste prijs gehaald. Weer een eerste prijs? Dat doe je wel geweldig, weet je. Dusa, nog veel, veel succes. Dank je wel. Dank je wel. Ja, leutjes. En dan is het nu eindelijk zover. Wij kunnen nu gaan kijken naar de dansgroep Bunga Tanjung. Sorry, was je op de fiets? Ja, tante. Ja? Ja, eenzaam en alleen op de fiets is ook sterk, zeg. Wat vreet je toch al door uit in Amerika? Hier blijven jij. Hamburgers. Hamburgers? Nee, ik studeer en ik arrangeer. Arrangeer? Ik blijf hier. Zo, wacht. Zingen. Doe. Ja, je mag zo dadelijk wel zingen. Zeg, treed je daar ook veel op voor Indische mensen? Nee. Nee? Nou, hier anders wel, hoor. Zeg, je gaat zingen over jouw maatje, ja? Ja. Ja? Waar ben je eigenlijk geboren? In Batavia. In Batavia nog, want ga maar zingen, hoor. Boudewijn de Groot gaat zingen. Moeder. Ik zit in de kamer van het hoge herenhuis. Stoffige ramen filteren de warme stralen van de middagzon. Van verre komen flarden van het carillon. En ik denk aan het land van herkomst. Ik verlaat mijn vaderland even, ben in het verre land. waar ik mijn moeder achterliet. Ze had geen tijd om mij te leren kennen, en ook ik ken haar niet. Ik ben dan wel bekend nu, als Boudewijn de Groot. Mijn moeder weet van niets, mijn moeder namelijk is dood. Ik heb nog een paar foto's uit Indië waarop ze staat als verstilde danseres in een lang en wit gewaad. Op de schoorsteenmantel haar portret, we kijken naar elkaar. Haar ogen zijn mijn ogen, maar lijk ik ook op haar. Soms doet het verre carillon me denken aan de Gamelan, aan het land waar alles begon. Nederlands-Indië, mijn moeder, ik mis ze soms, maar ik weet er weinig van. Wat wil je vragen, Suzanne? Tante Lien, wilt u geen muziek gaan studeren in Amerika? Ach, niet, ach, ik heb al genoeg noten op mijn zang. Ja. Kom, vraag maar, Leu. Even. Al is de wereld volkomen en grauw, tante Lien spreekt er wel. Volgende vraag. Verweer Lien. Ja, van? De tweede dochter van de Schreudertjes. Zij is als de eerste getrouwd. En zij is zo lelijk als de nacht. Niet erg toch, haar man is toch nachtblind. Wie nog meer? Tante Lien, wanneer doet u de boodschappen? Jongeman, in deze tijd van bezuiniging doe ik dat op de dag des voordeels. Ja? Tante Lien, is het waar dat u zoveel brieven heeft ontvangen over het ene NOS-programma? Ja, dat is waar. Zo stom, weet je. Denken ze dat ik dat ben? Ot, en hoe is het nou met Lien? Tante Lien, wat vindt u van de laatste voorschriften van de paus? Ik begrijp niets van die laatste instructies over huwelijk en samenleving van de paus. Ik dacht altijd, hij geeft kracht naar kruis. Ach. Cassian, en dan die lui die voor de tweede keer getrouwd zijn, zoals wij. Wie niet, die mogen nou het kruis kussen. Tante, hebben Willem en u ook wel eens iets met elkaar gehad? Zie, Willem en ik? Hij had mijn zoon kunnen zijn, Sakurang Ajar, weet je. Maar wat ziet hij er toch jong uit, ja, hè? Ja. Fantastisch, ja, weet je. Ja, laat maar. En weet je, lui, hij is jonger dan u denkt. Tante, ik krijg al genoeg fanmail, ja. Weet je, toen hij 21 was, zag hij eruit als een kleine katjong van 9, ja, weet je. Ja. En ik had al 3 jaar mijn rijbewijs en ik mocht alleen nog maar naar films van alle leeftijden. Nou, goed. Nou, ik ga nu alleen nog maar naar films van alle leeftijden. Al die ellende en seks. Lord, tante, ik dacht dat u alleen maar de ellende uit de weg ging. Ja. Zeg, hoe lang had je over ellende gesproken? Vond jij niet heerlijk om terug te gaan naar Indonesië? Ja, was leuk. Ja, ben je ook nog geweest in Gombong op die lange weg? Ja, die Jalan Kenangan. Ja. Ga je het zingen? Oké, tante, maar jij zingt mee misschien, hè? Ja, zing mee. Oké, dat gaan we dan. Sengaja aku datang ke kotamu, lama nian tidak bertemu. Ingin diriku mengucapkan tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, ku peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Walau diriku kini telah bertua, diriku tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Hujan yang rintik-rintik di awal een prijs. Ai, kom dan, Pies. Een prijs? Een prijs krijg jij. Mag wel even, Jolien. Ga hem uitreiken dan. Maar waarvoor dan deze prijs? Namens de Indische culturele kring, Willem, wou ik jou dus nu eindelijk uitreiken deze zilveren lotus die je vorig jaar al gekregen hebt. Maar je was altijd zo druk, je kon nooit komen. Altijd belangrijk. Eindelijk, altijd werken toch? Dus... geef ik jou deze. Nou, ik ben er heel blij mee, hè. Kijk dan. Ah, zo is het.